heeft een nieuwe single en hij zit hier en zijn single heet Groener Gras, Walter. Yes. Zo groen als maar kan. Leuk dat je er was. Gefeliciteerd. Dank je wel. Ik ben heel blij. Nee, Walter, hoe gaat het met je? Ja, het gaat super. Ja, gaat het goed? Ja, ik heb een waanzinnig jaar achter de rug. Met Viva Hollandia vooral, hè? Daar begon het allemaal mee. Hoeveel zijn daarvan verkocht eigenlijk? Nou, weet je of het gedownload? Ik zou het niet weten, maar hij is natuurlijk dik nummer 1 geweest. Dus dan zijn er een hoop platen van verkocht. Maar dat betekent natuurlijk bij alle sportevenementen dat iedereen denkt, oh, Walter Kroes, je kunt nu overal naartoe. Je bent binnen voor de komende 30 jaar. Ik kwam overal waar ik kwam, hoor ik meteen Walter. Er is nog een andere Walter, ook als Viva. Er was ook nog een Laat Me Los Walter Kroes. Ja. Ik heb de hele nacht liggen dromen, Walter Kroes. Ja. En nu Groener Gras, Walter Kroes. Groener Gras. Vertel, wat is dit voor nummer? Ja, ik ga weer terug naar de basis, zeg maar, het begin van Walter Kroes. De tijd van Laat Me Los, de mooie ballads. En ik vond dat ik daar ook wel weer mijn gezicht in kon laten zien. Maar we gaan er zo even naar luisteren. Maar het is volgens mij wel iets waar een verhaal achter zit. Groener gras. Ik heb meegemaakt. Dat het gras ergens groen lijkt. Ja. Vertel. Nou ja, ik heb een moment gehad in mijn leven dat ik de deur dicht trok. Ja. En een heel nieuw leven was begonnen. En je ging van de ene relatie naar de andere relatie. Nou, dat nog niet eens. Dat gebeurde pas weer later. Maar toen kreeg ik de tekst. Ik heb eerst het nachtleven geprobeerd. En toen, daarna weer. Maar goed, die tekst die gaat echt helemaal over mijn, wat ik allemaal meegemaakt heb vroeger. Dus het raakte me. En wat is dan de belangrijkste zin daarin in die tekst? Zing die zin. Die zin waar het om draait in Groene Weet Gras. Weet waar je moet zijn als de zon voor jou niet schijnt. Als het gras niet altijd groener is dan het altijd lijkt. Dus de thuisbasis is nummer 1. En als je je thuis prettig voelt, dan is eigenlijk alles goed. Hoor je dat nou, Umberto? We gaan even luisteren. Denk als je luistert. Je weet waar je moet zijn, als de zon voor jou niet schijnt. Als het gras toch niet echt groener is, dan het altijd lijkt. Yeah, Walter. Weet waar je moet zijn, als de zon voor jou niet schijnt. Het is een lekker nummer. Als het gras toch niet echt groener is, je zit ook echt trots. Je kijkt zo, waar is die dan? Maar ja, er moet wel van eind aan komen. Nou, gaan er heel veel geruchten, daar zit ik hier voor, dat weet je. Ja. Dat je weer papa wordt, maar dat is allemaal net gebeurd. Ik oefen mijn eigen te barsten, maar ze is echt niet zwanger. Nee, maar hoe lang gaat dat gerucht nou al? Weer een week of 3 heb ik gehoord. En het stond nu in de bladen ook, heb ik gehoord. Ja, het stond vorige week. Ja, dat is niet zeggen, zelfs ik heb het gelezen. Ja. Dan weet je het al. Maar het is dus niet waar. Ik kreeg het halve dorp over mij van de week. Maar heb je ook geen plannen misschien? Nee, ook nee. Heeft je vrouw misschien plannen? Ik heb nu 5 kinderen. Ja. Tom Kroes de laatste. Tom Kroes was de laatste. Ik vind het goed. Je bent er klaar mee? Helemaal. Daar gaat de knoop in. Daar gaat de knoop in. Ik ga knippen. Is die knoop er al in? Nou, hij zit er nog niet in. Hij gaat er wel in. Hij gaat er wel in. Binnenkort gaat de knoop erin. Ik heb hem al 3 keer moeten laten knippen, maar ik heb 3 keer afgezegd. Maar als je nou nog een kind... Ik ga weer de Sound of Music. Ik ga alleen de Kroesjes meedoen. Dat zou wel mooi zijn. Nou, ze hebben me al Von Trapp genoemd. Dus het zou kunnen. Ja, ga door. Ja. Je kunt het. Dankjewel, Walter. De Britse oorlogsheld Chris Ryan maakt tegenwoordig televisieprogramma's waarbij hij het gevaar opzoekt.